Wij vinden het belangrijk dat al onze studenten les krijgen op campus. En we vinden het uiteraard nog belangrijker dat vooral onze eerstejaars les krijgen op campus. Want alleen door elkaar in levende lijven te ontmoeten, word je vrienden voor het leven en leer je je verbonden te voelen, zowel met je studiegenoten als met de Vrije Universiteit Brussel. We werken daarom een gemengd onderwijssysteem uit. De hoorcolleges gaan in principe digitaal door, maar dat niet exclusief. De werkcolleges, de labo's en de practica vinden plaats op de campus en in de verschillende locaties die we in Brussel aan het zoeken zijn. We noemen dat WeConnect Brussel. We geven daarbij voorrang aan onze eerstejaars, aan onze werkstudenten, aan onze internationale studenten en onze schakelstudenten. Want op die manier verzekeren we je dat je kan kennismaken met je medestudenten en met je proffen. Ik kijk er alvast heel erg naar uit om jullie in september te ontmoeten op onze campussen. Dat zal geheel afhangen van welke opleiding dat je doet en hoeveel vakken dat je opneemt. Maar alles zal duidelijk worden op 14 september wanneer je faculteit je lessenrooster zal communiceren. Ook dat zal afhangen van welke opleiding dat je kiest. Online hoorcolleges kunnen grote groepen zijn, maar on-campus colleges zullen in iets kleinere groepen zijn, zodat we de social distance kunnen garanderen. So the answer depends on the situation in the country you're traveling from, on the Belgian government's travel policy, which VUB follows, and on whether you've obtained your Belgian visa. The policies are expected to change, so please do check back for regular updates in case the situation changes. If you plan to travel from abroad to Belgium for the autumn semester, then please arrive by the 1st of September in case quarantine measures are put in place. And those who are not able to travel to Belgium for the start of the semester, don't panic, don't worry, you are not forgotten. Most of the English taught programs and the student services will put everything in place to have digital alternatives for you. So hopefully we can welcome you to Brussels in September. See you then. Het team van studiebegeleiding wil jou graag helpen bij het maken van jouw studiekeuze. Je kan al jouw vragen aan ons stellen via e-mail, telefoon of door gewoon een afspraak bij ons te maken. Dan kunnen wij samen in een gesprek met jou nadenken over welke richting bij jou zou passen. En ook de voorbereidingscursussen gaan dit jaar door. Je kan je daarvoor inschrijven online. Je zal dan met behulp van videolessen en live Q&A-sessies jou kunnen voorbereiden op komend academiejaar. Aarzel zeker niet om ons te contacteren. We blijven de hele zomer voor jullie open. Het klopt dat er volgend jaar meer lessen digitaal zullen doorgaan. Maar op kot gaan, dat is meer dan studeren alleen. De VUB heeft een zeer rijk studentenleven en op kot gaan geeft u zoveel meer kansen om daar deel van uit te maken. Je leert er nieuwe mensen kennen, nieuwe culturen en je maakt er ervaringen die je de rest van je leven meeneemt. Mocht u terug in lockdown gaan, dan zal u de keuze hebben om naar huis te gaan of toch op kot te blijven. En kies je voor die laatste, dan zullen wij er samen alles aan doen om die periode zo sociaal mogelijk door te komen. Jij, de VUB en ik als kotcoach. Aan de start van het nieuwe academiejaar zorgen wij voor een warm onthaal, zowel online als op de campus. Live Q&A-sessies, campusrondleidingen, handige filmpjes, maar ook hele leuke events zoals de academische opening, Brussel Brost en natuurlijk onze eigen kick-offs. Op 21 september starten de lessen. Ontdek in je lessenrooster wanneer we jou hier verwachten. Tot binnenkort!